zin in het eten. Ja, dat zou leuk zijn. Als jij straks even goed naar mijn vriendjes allemaal wil zwaaien, dan ben ik super blij. Ik ga lekker nog even van de pepernootjes. Ja? Wie zie jij? Pietjes. Pietjes! Zwaaien? Ja. Dan komen ze al aan met een bootje. Pietje! Pietje Nova! Kijk eens aan! Wat voor dag is het vandaag, Nova? Het is toch best wel knap dat ze dat dan ineens vergeten is. Wie komt? Juist, de intocht van Sinterklaas! Dus wij gaan en vandaag. Afzwemmen! Afzwemmen? Ja? Je moet niet zoveel vertellen, dat wou ik nog zeggen. Maar we gaan dus eerst eventjes gezamenlijk naar vrienden toe. En, oh ja, ik zie het. Naar vrienden toe om naar de intocht te kijken. Om vervolgens vanmiddag Nova op mag voor haar zwemdiploma B. Spannend! Dat is wel twee keer feest vandaag, hè? Ja. Yes. Drie keer, want ik mag ook mijn schoen zetten. Oh ja, dat is waar. Je mag vanavond je schoen zetten. Ik heb al deze van Piet gekregen. Ja, niet normaal. Gewoon een gepersonaliseerde Pietenmuts. Wow. Nou, op naar de vrienden, zodat we daar de intocht kunnen gaan kijken en lekker kunnen lunchen. Ja, daar is die. En hoe vond je de intocht, Nova? Leuk. Ja, is hij nou Nederland? Hij is spannend, hè? Ja, alleen, want nu is er allemaal ook tot de zomer stil ligt. Die ligt nu volgens mij, hij is nu aangekomen, dat is wel goed. Ja? Maar, Smeerpoespiet, die heeft de deur van de pakjeskamer dichtgegooid en de sleutel ligt nog binnen. Oh jee, dus de pakjes ook? Ja. Oh jee, nou dat gaan we gewoon weer zien met Sinterklaasjournaal vanavond, hè? Hé, maar we zijn je nu aan het klaarmaken, want dan gaan we zo doen. Afzwemmen. Je gaat zo afzwemmen, hè, voor je zwemdiploma B. Ik ben zo benieuwd hoe het gaat. Ik ga kijken of ik een paar shotjes kan maken. Ja, want jij bent bij mijn A niet meegegaan. Nee, bij je A-diploma was ik er niet bij, ja, dus... Ja, toen was het op vrijdag. Oh ja, toen moest papa werken, hè? Ja, maar nou is papa vrij, dus nou gaat papa mee. En is het lang rijden naar het zwembad? Nee! Zo. Ik denk het wel. Jeetje, dat is een kind hyper, zeg. Dat is echt van moeders. Vast. We zijn er. Het is best druk, dus er gaan veel kindjes vandaag afzwemmen. Heb jij een ballon? Yay! In mijn lievelingskleur. In je lievelingskleur, hè? Nu gaan we even aanmelden dat je er bent. Ja, dat kan. En dan kunnen we beginnen. En er zitten al heel veel kinderen klaar op de banken. B en C tegelijk. Zijn wij trots. Ah, niet normaal. I'm gonna
Laat hem zien, laat hem zien. Wow. En toen was ze ineens veranderd in een zwart pietje. Woe. Zelfs na het zwemmen gewoon weer door in de feesttenue. Jeetje, wat een dag. Sinterklaas komt aan. Nova die gaat op voor de B-zwemdiploma. En de verlichting hier, oh. Kijk het eens. Dat valt echt wel op van dat huis, zeg. Oh, wacht. Dat is ons huis. Nog niet alles. Wat? Dat is nog niet alles. Hoezo niet? Ik mag ook nog mijn schoentje zetten. Oh ja, je mag je schoentje zetten vanavond. Woe. Wauw. Wat ligt daar nou allemaal, Nova? Een tekening van Sinterklaas en wat er voor uitgesneden. Klippertjes voor deze en een zwemdiploma. En je zwemdiploma gelijk. En wat moeten we dan nu gaan doen voor het slapen gaan? Zingen. Een liedje zingen, hè? De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, oh jongen, jongens, is de baas. Daar stopt hij, daar stopt hij, daar stopt hij bij van Sint. De hele, de hele. De hele wereld in de zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, oh jongens, jongens, het is zo'n baas. Sinterklaasje, bonnen, bonnen, bonnen. Gooi wat in je lege tonnen. Gooi wat in mijn lijstje. Dank u, Sinterklaasje. Nou, ik ben benieuwd hoor. Ik ook. Nog één. Goedemorgen. Wat is er nou toch aan de hand? Wat? Dat past toch helemaal niet in je schoen? Oh, wat zal het zijn? Dat weten we ook niet, hè? Oh. Dus mijn katuitjes liggen dus niet in de pakjeskamer. Nee, dat is waar. Daar waren we nog bang voor, hè? Dat die nog in de pakjeskamer lagen. Nee, deze hebben ze toch al meegenomen. Oh, wat goed. En zie ik daar nou ook iets van een papier? Oh, die had je natuurlijk uitgeprint. En kijk, hier staat als je snel jaagt, maar dan mag je ook eens schoen zetten. Huh? En daarna ook. 2 dagen achter elkaar? Ja. Wat? En hier heb je zijn pakjesavond. Dat wisten we ook nog niet, hè, wanneer onze pakjesavond was. Jeetje, wat dus leuk. Dat is echt 4. Wauw. Al een geluk. En dit hebben ze met de regenboogpatleid gedaan. Echt? Een hartje. Oh, wat mooi. Wat zeg je? Ik heb nog een brief gekregen, maar weer gewoon op inpakpapier. Oh, dat is eigenlijk wel slim, toch? Ja, oh, wow, dat is een mooie brief. Oh, lees jij hem voor? Okay. Lieve Nova, wat zie ik nou? Je B-diploma is superknap. Dat verdient een klein extra cadeautje en wat een supermooie tekening. Zegt die, krijgt een speciale plek op mijn werkkamer. Oh. Veel plezier met je verrassing. Veel tekeningen maken en lekker slapen. Heel veel groetjes van Sinterklaas. Sinterklaas zelf? Oh, zullen dat een beetje een hint zijn? Van, en je hebt dus iets... met een verrassing, iets met tekeningen maken en iets met slapen. Ja. Oké. Okay. Maar kijk, dat zie je ook wel aan die E. Want oh ja. Die is echt niet normaal. Nee, die is echt niet normaal. Die ook niet. Nee, er zijn een heleboel van die sierletters. Ja. Oh ja, en dus van Sinterklaas ook. Jeetje. Nou, zullen we eens een cadeautje uit gaan pakken? Zo, dat is wel heel goed ingepakt. Nou, hadden ze het plakband over of zo? Snoepgoed. Snoepgoed? Kijk dan! Wat is dit? Een beker. Waar dit in kan. En er staat mijn naam op. Echt? En Sinterklaas. Laat zien. Oh ja! Nou ja zeg, dat is handig. Wat leuk met Sinterklaas. Ja. Zo, dat is wel heel veel snoep. Want er stond... Lekker, dus ik vind lekker. Oh, dat zal het kunnen zijn. Ja. Wat goed. Dit schoencadeautje. Het was dan niet je schoen. Nee. Kijk, want het lag zo. Ah. Zo. Oh ja. Ja, dat moet wel. Het past er niet in. Oké. Nou, ben benieuwd. Weer een lekker goed ingepakte.
dat papier volgens mij. Hé, hey, weer daar. Hé, hey, een tekenblok zag ik, of niet? Hé, hey, dat is mooi, die was op. Ah! Wat dan? Sinterklaas. Ah. Oh. Grote ogen. Oh, hé. Hey. Nou, hij wist natuurlijk grote ogen knuffel. Wat goed. Nee, laat hem eens zien. Oh, kijk nou. Deze hadden wij al. Oh, wat goed. Hé, hey, dat is... Maar waarom beledigen? Papier? Nee, daarom. Je hebt helemaal geen klapblok meer. Oh, vandaar die veel tekeningen maken. Wat goed. Jeetje. Kijk eens. Deze wil ik ook nog even één keer zien. Ja, kijk. Haha, die is leuk. Ja, die is echt grappig. En hoe zal die heten? Het staat er altijd in hun handje. Net als bij al die grote ogenknuffels. Sint. Oh, Sint. Nou, dat is wel Hallo, toepasselijk. Hallo, ik heet Sint. Nou, kijk aan. Dat wij gewoon denken zelf bijgeschreven, want hij heeft iets doorgekrast. Oh, dat zou kunnen dan. Oh, ik heet Sint. Hallo Sint, welkom in de familie. Ik doe je baard even goed. Zo. Wow, ben je er blij mee? Ja. Ja, hè? Ik ga ook gelijk met Sinterklaas even tablet kijken. Oh ja, je mag nog even een filmpje kijken, hè? Ja, dat snap ik. Vindt Sinterklaas wel leuk? Ja. Ja. Sinterklaas? Waar heb jij Nova gelaten? Gisteren was je nog Pietje Nova. Vandaag ben je Sinterklaasje. Superleuk. Het is dus weer een nieuwe dag. Nova heeft enorm veel cadeautjes gehad. Althans, enorm veel. Voor een schoen is, vinden we dat best veel wat ze heeft gekregen. Ook voor mijn diploma, hè? Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Ook een beetje voor je zwemdiploma. Dat is toch lief dat ze daar ook wat voor geven. We gaan nu onderweg naar een restaurant om even lekker te gaan lunchen. Om vervolgens naar de Sinterklaas-intocht te gaan hier in Etten-Leur. Daarna staat de planning dat we naar mijn ouders gaan. Want Nova die gaat model staan voor een fotoclub. Tot ze iets van trucagefoto's of iets dergelijks gaan maken. En dan kan ik mijn vader weer even helpen met wat technische dingen aansluiten. En dan zit dit weekend er alweer bijna op, zeg maar. Ja, maar we hebben wel weer een hoop leuke dingen gedaan in Nova. Het ziet er echt leuk uit zo, de Sinterklaasje. Ja. Maar nu is het tijd om even lekker te gaan lunchen. Nou, jullie zien het, de vlaggetjes hangen allemaal al. Want hier gaat hij aankomen. Kijk, de rode loper ligt al uit hoor. Kijk, en daar is het restaurant waar we gereserveerd hebben voor onze lunch. Oh, ik heb honger. Lekker, lekker, lekker. Zo. Oeh. En wat heb jij voor iets raars, joh? Carpaccio spies. Lekker. En dan lekker een tosti. Je tosti. En zo meteen goed zwaaien, hè? Want mijn beste vriendin die staat er. Die heeft ook een leuk pakje aan. Helemaal met paars. En heeft ook allemaal strikjes in haar. Oh. En zij heeft ook vanochtend mijn haar in gedaan. Dat vind ik een beetje leuk. Regenboogstrikjes. Oh, nou, die regenboog is altijd... Ja, leuk, hè? Ja. Ja, we gaan zwaaien. Ja, gaan jullie wel heel hard zwaaien? Ja. En dan stiekem naar mijn vriendje. Die is rood met blauw pak. Ja? Ga je rood met blauw? Je moet goed zwaaien. Ja, heel hard zwaaien. Maar zo misschien ga ik met jou mee op pad zo meteen. Dan kan je helpen. Ja. Dat zou leuk zijn. Als jij straks even goed naar mijn vriendjes allemaal wil zwaaien, dan ben ik super blij. Ik ga lekker nog even van de pepernootjes. Ja. Dankjewel. Zo, dat was even een verrassing. Komt gewoon een Piet aan tafel. Zo, we gaan eventjes nu Nova weer mooi maken. En dan gaan we, zoals jullie zien, zijn er al een hele hoop mensen bijgekomen. En dan gaan we even een leuk plekje uitzoeken. Wie zie jij? Pietjes. Pietjes. Dan komen ze al aan met een bootje. Shooting me with words, but I will let them do. Even though it hurts, I won't show it to you. Cause it will ricochet, I won't let it bite. I will look at you and tell you that I'm alright. Like a ricochet, it will come back to you. Let me tell you, no, because my eyes are open. Your words will keep bouncing away. Trying to hurt me, my skin's getting thicker each day. I don't know how you fall asleep at night, knowing that your words are hurtful. It's just not right. No, because my eyes.
waren we weer thuis. Was het leuk? Ja? Maar ik moet nog modelletje zijn. Je moet nog modelletje zijn, hè? Je mag vandaag model staan inderdaad voor een fotoclub van mijn vader. Van mijn vader begint vroeger bij heb gezeten. Ik weet niet precies wat de bedoeling is. Maar we gaan dus dadelijk naar Roosendaal toe, waar mijn ouders wonen. Ik ga en het spulletjes erin. En modelletjes zijn. Ja, ja, wat het precies inhoudt, dat weten we ook nog niet. Maar dan hebben we in ieder geval wel nog waarschijnlijk wat leuke foto's waar je al je tanden nog hebt, hè? Ja, want die zit helemaal los. Eeuw. Dan word je een fietsenstallinkje. Ja. Wat is dat? Dat is dat je allemaal tandjes gaat missen en dan kan je daar je fiets in parkeren. Ik leg hem op. Ja, dat klopt, maar zo noemen ze dat. Dat je een fietsenrekje krijgt als gebit. Dat is een tijd dat je zo knap, nu ben je zo knap, zeg maar. En dan word je dadelijk, krijg je heel eventjes een fase dat allemaal gaten in je mond zitten. Ja, dat hoort er helemaal bij, hè? Ik wil het ook. Ja, je wilt het ook, hè? Ja. En deze, naast deze, die ja? Was het. Lijkt het of die ook los zit? Ja, vaak gaan ze dan ineens allemaal. Ja, want ik ben nu al 6 en nu is mijn eerste tante pas los. Ja, nou dat is toch helemaal niet erg? Nee, daarom. Maar goed, volgende shot zijn we in Roosendaal. En hoe het er allemaal uit gaat zien, dat zien we dan wel weer. Hey Indy, daar ben je weer. Goeie. Indy is druk. Doe eens niet zo druk joh. Druk. Niet zo snel. Ja. En toen waren we ineens bij de Bergse Heide. Daar komt de trein. We gaan over in die emmer proppen die mijn vader vast hebt. Ziet ze eens spelen in het zand. De voorbereidingen voor het trucagefoto. Wat een kunstwerk, jongens. Hoi, wat doe je daar? Wat doe je daar helemaal alleen, Nova? Wat ben je van plan, want die pollepel gaat toch niet koken hier, hoor? Ga je Nova borrelen op de lepel? Ja. Oh, wat is het weer lekker weer, jongens, hier zo. We kunnen wel wat gave shotjes maken, zo. Oh, heerlijk. En toen waren we zo van de Bergse Heide weer terug thuis. Tadaa. We hebben lekker gegeten. En nu is het tijd om Nova naar bedje te brengen. Ja. Hey, en vertel eens. We hadden nog een mailtje gekregen van iemand, hè? Sinterklaas. Je had gewoon een mailtje gekregen van Sinterklaas. En die had zeg maar jouw tekening in zijn kluis gedaan, hè? En geen andere tekening. Nee, er waren geen andere tekeningen van andere kinderen. Alleen die van jou. Dat was even een verrassing, hè? Echt een verrassing, ja. Ja. En ik ben ook heel benieuwd, en dan gaan jullie nu in beeld zien, maar hoe de foto's zijn geworden. Oh ja. Dus ik laat een paar van de foto's nu in beeld zien. Wat een fotomodelletjes, Nova, hè? Nee. En die effectfoto's, die waren ook leuk, hè? Je hebt het al gezien, toch? Ja. De emmer en dat je uit de emmer komt. Grappig. Nou, dat was weer een druk weekendje eigenlijk. Ja, dat jij mij koken bent. Ja. En ik hoop dat wij jullie zo weer een goed beeld hebben gegeven van ons weekend. Nou. En dat betekent dat we deze vlog nu gaan afsluiten. Ben je dan nog niet geabonneerd? Vergeet het zeker niet te doen. Dat kan je doen door onder onze video op de abonneerknop te klikken. Die komt zo mooi zo voor het beeld van Nova en zo. Ja. Aan de zijkant van die abonneerknop vind je een belletje. Als je daar op klikt, dan krijg je automatisch van ons een bericht zodra een nieuwe video is geüpload. Precies. Laat natuurlijk die duim omhoog achter. En voor nu kunnen welke we niks duim? Anders... Sinterklaasduim, toch? Ja, hè? Ja, want we hebben de intocht ook laten zien. Precies. Hè? Daarom. Dus laat die Sinterklaasduim omhoog achter. En voor nu kunnen we niks anders zeggen. Tot de volgende vlog. Doei!